We zijn in Stolwijk bij ontmoetingswinkel De Koster. Wat is dit voor een plek? Nou, je zegt eigenlijk de goede naam. Het is een ontmoetingswinkel. Wij willen iets hier creëren voor het hele dorp. Voor iedereen waar je elkaar kan ontmoeten. Gewoon even een kopje koffie kan komen drinken. Kopje thee, even een praatje. Een puzzel komen lenen. Leuke artikelen kopen. Dat is de bedoeling. Maar vooral het woord ontmoeting, verbinding. Dat is eigenlijk het doel van deze winkel. En hoe is het idee ontstaan om dit te gaan doen? Een aantal jaar geleden hadden een paar mensen hadden het idee van, ja, dit zouden we heel mooi vinden vanuit ook wel de kerk, zeg maar. Hoe kan de kerk nou in een dorp heel laagdrempelig iets voor mensen doen? Nou, mensen hadden zo'n idee. Ik had zelf ook zo'n idee. Dit leek me gewoon ontzettend mooi. En ja, toen kwam er opeens ook geld beschikbaar van De Koster. Vandaar de naam. We hebben hier in de kerk altijd heel lang dezelfde koster gehad. En wat doet een koster? Nou, die doet de deuren open, die verwelkomt de mensen, die onderhoudt het gebouw. En nou, die koster is gestopt, later even in een appartement gaan wonen, hij met zijn zus samen. Ze zijn allebei overleden en in een legaat hebben ze geld beschikbaar gesteld. En van dat geld is dit gerealiseerd. En vandaar de naam De Koster. Was zo'n ontmoetingswinkel, was dat echt nodig voor het dorp? Was daar behoefte aan? Ja, dat denk ik wel. Een dorp heeft natuurlijk nog best wel een sterke sociale samenhang. Maar ja, allerlei mensen zoeken toch dat stukje ontmoeting toch ook wel is. En dat willen wij heel graag bieden. En gewoon van dat het goed en fijn is met elkaar om te praten, dingen te delen. Een leuk cadeautje te kopen. Zulke soort dingen. Ja. En naast dat er mensen hier langs kunnen komen voor de winkels, worden er ook activiteiten georganiseerd? Jazeker, ja. Ja, we organiseren in het winterseizoen workshops. Vanavond is er bijvoorbeeld een lentekrans maken. We hebben de tweede zaterdag van de maand is daar Repair Café. Dan kan je met al je kleine huishoudelijke apparaten die het niet meer doen, kan je komen en dan zitten daar technische mensen om dat te repareren als het kan. De derde zaterdag is kledingrepair. Wil je knoop aan laten zetten, een zoom ergens in laten leggen, dan kan je komen. En de tweede woensdag van de maand, ik moet het allemaal wel goed zeggen, is daar een digitaal café. Dat wordt georganiseerd door Welzijn Krimpenerwaard. Dan komt een deskundige op het gebied van telefoons, laptop, Chromebooks. Heb je vragen, dan kan je ook hier binnenkomen, kopje koffie drinken en gelijk geholpen worden. Alles wordt door vrijwilligers draaiend gehouden. De inkoop, de etalage ook, die ik zelf fantastisch vind. Het wordt allemaal door, we hebben zo ruim 30 vrijwilligers. Ieder met zijn eigen taken. De meeste mensen draaien gewoon op tourbeurt hier dienst om koffie te zetten, thee te zetten, mensen te helpen, te bedienen. En zo met elkaar doen we dit. Ja, voor een winkel hebben we spullen nodig. En dat is een samenwerking met de Chemiva. Daar worden verschillende spulletjes gemaakt. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? De koster komt dan bij ons voor de spullen. En wij hebben een grootste variatie aan spullen die wij maken. En die leveren we hier. We maken onder andere kaarsen. Dat is eigenlijk wel ons grootste product. Maar er worden ook vlaggen gemaakt. Met de naaimachine wordt er aan de slag gegaan. En dan mag iedereen zelf kiezen welke soort stof ze willen. En welke band eromheen willen om de vlaggetjes te doen. Dus je kan echt alles helemaal op bestelling maken hoe iemand het wil. En dan wordt het gewoon gedaan. Ja. En zouden jullie misschien wat kunnen laten zien hier in de etalage nog meer wat er gemaakt is? Ik heb hier bijvoorbeeld, dit is wel een van onze nieuwe projecten, de dipkaarsen. Die zijn zowel gedompeld als gestipt door de cliënten. Momenteel is dat erg in trek, zeg maar. Verder hebben we deze kaarsen. Hier worden de stukjes gebroken door cliënten eerst in een bepaalde kleur. En daarna gaan ze in een mal en dan worden ze opgegoten. En dan krijg je zeg maar dit effect. Ja, de kleur kan op aanvraag aangepast worden. En op welke dagen is de winkel geopend?
woensdagmorgen, donderdag de hele dag, vrijdagmiddag en zaterdagmorgen.